Over de hele wereld leven er ruim 50 miljoen mensen met epilepsie, zegt Tanja Vrijmerzum, bestuurslid van de Epilepsievereniging vandaag. Vandaag is het Internationale Epilepsiedag en over de hele wereld wordt er stilgestaan bij deze ziekte die sinds 2015 extra wordt belicht door gezondheidsinstanties. Epilepsie is een chronische hersenaandoening met aanvallen die ontstaan door een plotselinge tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Je moet in huis beginnen. Wat zou de mensen thuis kunnen betekenen? Want die hebben direct ermee te maken. Suriname komt er daarnaast. Dus als eerste heb je de verzorgers. Maar niet iedereen heeft een vader en een moeder. Dus de mensen thuis zouden daar meer over moeten weten. Want die gaan de persoon meestal, als het een kind is, moeten begeleiden naar de huisarts. De huisarts is de eerste persoon in de eerste lijn die jou zou moeten begeleiden wanneer jij dus denkt dat er iets mis is met je kind. Want laten we zeggen dat je een kind hebt en je ontdekt dat er iets vreemds is, dan ga je als eerste naar de huisarts. Je gaat niet direct naar de buurvrouw. Dus je directe omgeving is de eerste groep die belangrijk is. Daarna heb je de medici die erbij komen en dan de naaste omgeving, et cetera, et cetera. En daarna komt Suriname. Vrijmerzum zegt verder dat de Surinaamse overheid meer aandacht moet besteden aan epilepsie. Het is natuurlijk belangrijk dat je als overheid ook weet hebt van de problematiek die er rondom epilepsie zou kunnen bestaan in een land. En soms is het bijvoorbeeld dat er een gebrek is aan medicijnen die nodig zijn, want hier in Suriname hebben we verzekeringen toch? En als je alleen maar kijkt naar SZF, dan gaat men zeggen, als het niet in de klapper voorkomt, dan kan je het niet hebben. Of je gaat ervoor moeten betalen. Dus we zijn in Suriname sowieso, vind ik, een derde wereldland. En een heleboel van die medicijnen die in andere landen al gebruikelijk zijn, hebben we hier nog niet. Of je zou ze moeten laten halen. En dat gaat uit je eigen zak komen. Dus Suriname, we kunnen niet met alle winden meegaan, we zijn nog niet zo ver. Dus wat het beleid betreft is het natuurlijk wel belangrijk dat je als overheid en organisaties dus wel weet hebt van wat er op de wereld te koop is. En kijkt wat je als land dan wel zou kunnen oppikken en wat dus gewoon belangrijk is om in de gaten te houden. Want je kan niet alles in één keer gaan veranderen. En heel veel dingen kosten organisatie en ook geld. Tanja Vrijmerzum, bestuurslid van de Epilepsievereniging. Over de hele wereld wordt vandaag stilgestaan bij Internationale Epilepsiedag.